gaan er ook sneller appartementen dicht timmeren als dat nodig is? Zeker weten. Erg vrolijk wordt woonwethouder Evans van de nieuwe wapens die hij in de jacht op illegale vakantieverhuur heeft gekregen, nu er nieuwe afspraken met Airbnb zijn. De belangrijkste. Adverteerders die hun huis 60 dagen in een jaar verhuurd hebben, worden automatisch geblokkeerd. En Airbnb gaat sneller informatie delen met de gemeente als er huisjesmelkers actief lijken te zijn. Nu lopen we met de nieuwe afspraken wereldwijd vooraan. Geen stad in de wereld heeft betere afspraken dan wij. Too little, too late. Vinden critici van de overeenkomst. Zeker als je ziet dat de belangrijkste maatregelen, dat ze nog 6 maanden krijgen om die in te voeren. Er staat niks in over meerdere aanbieders. Er staat weinig in over sleutelbedrijfjes. En je kunt volgens mij ook nog steeds om de 60 dagen een nieuw profiel aanmaken en hetzelfde adres aanbieden. Je moet ook nog steeds makkelijk overstappen naar een ander platform. Evans heeft wel gezegd dat hij daar ook mee akkoorden wil afsluiten. Maar ja, ieder moment kan er weer een nieuw platform op staan. Dus je blijft bezig op deze manier. We zullen gewoon heel duidelijk moeten zijn. We zullen altijd sluiproutes blijven. En er zal ook illegaal aanbod op Airbnb blijven zitten. Want je kan op andere sites eerst vuren en dan nog eens keer naar Airbnb. Daarom zijn we zelf nog steeds bezig met handhaven. De ultieme oplossing, zo vindt zowel de gemeenteraad als de Tweede Kamer al langer, is dezelfde meldplicht bij de overheid voor particuliere vakantieverhuurders invoeren als bijvoorbeeld hoteleigenaren hebben. Maar daar willen VVD-ministers Kamp en Blok niet aan. Dus daarover zijn we nog met het Rijk in gesprek. Want ik vind dat je uiteindelijk je hele beleid moet niet afhankelijk zijn van afspraken met andere partijen. Uiteindelijk wil je dat het beleid zo goed dichtgetimmerd is dat ontsnappen ook niet meer mogelijk is.